Jongens, goed jullie elkaar in een gloednieuwe video. Mijn naam is Tadukok. En vandaag gaan we natuurlijk weer de weekendlieke divas openmaken. En zoals je ziet is dit de team van de week. En ik vind het toch best wel een goede team van de week. Natuurlijk wel iets minder dan verwacht. De vorige week vind ik persoonlijk. Maar Sterling zie je niet, maar zit achter mijn camera. Zat op de rechtsmidden. Die kan je natuurlijk pakken. En volgens mij is die rond 150.000 waard. Dus dat is zeker wel prima. Daarnaast heb je nog natuurlijk Jesus. Gabriel Jesus, en zou ik wel lekker zijn als we die packen, of natuurlijk de Gea, dan gaan we natuurlijk helemaal los als we die packen, dat zou echt super ziek zijn. En natuurlijk Thiago of Fekir, lijkt me ook wel super lekker om te packen. Dus we gaan snel door, en de Rivas claimen, let's go! Zoals jullie zien ben ik 35ste van de wereld geëindigd, 39-1 was gegaan, natuurlijk een topprestatie, helaas op penalties verloren, maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. Zeker als je nog niet helemaal zo goed bent in die penalties nemen, dus dan gebeurt het zeker. Maar zoals je ziet, 1 ultimate team van de week pakket en 3 Jumbo Samsung Spanish pakket en 150.000 coins. Gaan ze gewoon snel openmaken. Dus we gaan naar het pakketje toe. Let's go. Als je ziet, 3 Jumbo Samsung Spanish pakket en natuurlijk 1 ultimate team van de week pakket. Als je toch 25 haalt, heb je natuurlijk 100 pakket meer. En dat is de 4, heb je 4 Jumbo Samsung Spanish pakketten. Maar ja, mocht niet baten helaas. 39-1 is nog prima. Maar we gaan ze gewoon snel openmaken. We gaan gewoon zien wat we eruit gaan krijgen. Ik ben super benieuwd, hopelijk een icon. Ja, dus natuurlijk, de kans is echt zo dat je een icon pakt natuurlijk, maar ja, zou heel lekker wezen. En voor de rest, ja, hopelijk op leuke spelers, dus let's go, we gaan ervoor. Eerste pakket dan. Ja, volgens mij, ja, ik kreeg zo zo'n boy. Oh, meteen een inform! Oh, ik denk even meteen dat het de Gea. Ik denk even meteen dat het de Gea was, maar dit is natuurlijk ook hartstikke prima. Gewoon 10k. Denk ik, dat 10k misschien wel meer, want het is natuurlijk wel een goede competitie, maar misschien wel meer. Oh, 2 informs! We pakken gewoon 2 informs en 100k pack! Oh mijn god, dat is wel heel ziek. Kijk, het zijn natuurlijk niet de beste informs, maar hier mag ik natuurlijk super blij mee wezen. Ja, ik ga deze twee gewoon vast naar de transfer sturen. Ja, ze zullen allemaal niet heel veel waard zijn, maar oh, hier ben ik toch wel blij mee. Walcott, zou ook wel voor iets gaan. Shisoko. Ja, dat is gewoon een zieke pack hoor dit. Je pakt gewoon 2... Gewoon de eerste pack vorige video ook al, vorige week. Van de Rivas. Meteen pack meteen David Luiz volgens mij uit mijn hoofd. En nu gewoon meteen 2 informs in de eerste 100k pack. Dat is gewoon super ziek. Gaan ze gewoon naar de klus sturen en dan. Dus gaan we gewoon even quick sellen. En dan gaan we de rest openmaken. Pack nummer 2. Come on. Ja. Weer een inform! Braziliaans? Jesus! Jesus! Ja, gewoon een 100k pack! Gewoon in een 100k pack! Oh mijn god, 3 informs hebben we al! En 2 packs! Oh mijn god! Oh mijn god! Jesus, nu al gewoon Jesus! We kunnen gewoon 2 keer Jesus packen! Hoeveel zou Jesus gaan? Oh, weer 2 informs! Oh mijn god, en Mané! Wow, yo! Dit is niet normaal, man. Oh mijn god. Even kijken, voor wat gaat Jesus? Oh mijn god, gewoon 500k of wat. Oh mijn god. Ja, ik ga hem toch wel naar de transfer sturen. Ik vind het niet waard om hem te houden, zeg maar. Natuurlijk, hij is super zieke speler, maar het is gewoon niet waard om hem te houden voor 500k. Oh mijn god. En Mané dan? Nee, Mané ook gewoon een lekkere 100k bijna, hoor. Wow, deze pack. Gewoon 600k bij elkaar. Ik ga gewoon de rest gaan naar de club sturen. Ik moet gewoon heel eventjes bijkomen op dit moment. Ik ga de rest naar de club sturen. Deze ga ik quick sellen. Maar dit is wel heel lijp hoor. Dit is wel heel lijp. We hebben gewoon 200k packs geopend. En 4 informs. En ik moet nog 11 informs ook nog openen. Nou, dat is niet normaal. Oké, we gaan de derde pack openmaken. Derde en laatste 100k pack. Come on, alsjeblieft. Als weer een inform is, ja, weer geen zoes zou helemaal dik zijn. We hebben gewoon de kans om 3 keer geen zoes te packen als het zo is. Oké, okay. Ja, dit is wel een normale, En Zlatan! Zlatan, nee joh! Oh mijn god! Mijn packluck is niet normaal! We packen gewoon Zlatan! Oh mijn god! Dit is niet normaal, ouwe! Dit is niet normaal! Mijn packluck is next level! Even serieus, dit is next level, man! Boy, yo! Carrasco ook nog. Oh mijn god. Mijn packluck is niet normaal. Wow, yo, gast. Ja. Dit is niet normaal. Oh, yo. Oh mijn god. Hoeveel gaat Zlatan?
Zou wel een stieke supersub zijn ook hoor. Ja, gewoon weer 100k hoor. Ja, ik mag gewoon niet klagen. Dit is niet normaal. Krasco ook gewoon nog even 30k. Oh, dit is gewoon niet normaal man. Ik pak gewoon fucking Zlatan. Ik pak gewoon de fucking Zlatan. Nou ja, ik ga ze allemaal naar de klas sturen. En dan gaan we nog voor de 11 en voorspek. Oh joh, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik ga voor de 11 en voorspek. Allemaal naar de club. Deze ga ik naar de transfer sturen. Ik denk wel dat ze wat waard zijn. Dus. We gaan het zien. Maar. dit is niet normaal. Oké, 11 en vorms jongens. Oh. Mijn pack opening kan nu al niet meer stuk. Het maakt me eigenlijk gewoon al niet meer uit. Als er nu ook nog de GN zitten, was, zou het wel echt heel ziek zijn. Maar. Ja, mijn pack luck is gewoon nu al niet normaal. Let's go man. Als nu nog de GN is, dan worden we echt helemaal gek. Dat is gewoon niet normaal. Ja, die. Ja, sowieso in vorm natuurlijk. Oh, ik denk even de G, ouwe. Ik zie die Spaanse vlag. Oh mijn god. Maar Aspas is nog prima. Je hebt nog steeds kans op Jesus nog en Sterling als het goed is. Dus oh mijn god. Ik dacht even de G. Ik dacht die zag die Spaanse vlag. Nou, geen van beide. Geen Jesus of Sterling meer. Maar ik mag niet klagen, man. Ik mag niet klagen. Dit is niet normaal. Voor wat gaat Aspas? Die heeft best wel een zieke statistiek ook. Ja, gewoon prima. Gewoon een dikke prima. Immobiel, volgens mij, oh ja. Oh, die gaat ook wel voor een 100k ongeveer. Nou, 80 tot 100k, laten we zo zeggen. Verkeer, daar ben ik wel heel blij mee. Die heeft echt, die speelt echt super lekker. Ik heb het gouden kaartje heb ik ook geprobeerd. Die speelt echt super lekker. Het is echt een aanrader als je van snelle, bewegende, zeg maar heel makkelijk bewegende, soepele bewegende spelers houdt. Dan is het echt een aanrader, man. Het is ook zeker een killer in het afmaken. Dus, oh, Saha, ook gewoon 100k. Dit is niet normaal, man. Wat ik heb gepakt, boys. Wat ik heb gepakt is niet normaal. Oh mijn god. Oh mijn god. Mijn pack luck is OP. Dit jaar gaan we sowieso nog een keertje een icon packen, man. Uit die 100k pack. Als we nu al zo'n pack luck hebben, gaan we sowieso nog een keertje een icon packen. Dat is niet normaal. Maar, boys. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken opnieuw. Echt, wat een geluk hebben we gehad. Ja, dat is maar bedankt voor het kijken. Drop een lekker blauw duimpje omhoog. Gewoon voor Zlatan. En, ja. Zie ik jullie weer bij de volgende video. Peace. Out.